Welkom bij deze live-uitzending op Excelsior 31 TV. Vanmiddag op het programma een Overijsselse clash tussen Excelsior 31 en Berkum. We gaan vooruitkijken op deze wedstrijd met voormalig trainer van beide clubs, Dennis Demmers. Dennis, hoe is het met je? Goed, koud. Dat is het, hè? Ja, maar ja, het hoort erbij, hè, in dit land. Je hebt twee mooie interlandweken gehad met KNVB. Welke wedstrijden heb je bezocht? Ik heb Duitsland gevolgd, hè? En Frankrijk eigenlijk. Dus die wedstrijden, een keer een oefenwedstrijd Duitsland-Peru. Heb ik Duitsland-Rusland als de laatste, vlak voordat Nederland tegen Duitsland moest. En uiteindelijk ben ik maandags ook in Duitsland geweest. Kon ik ze zelf een keer zien. Maar ik zei al, ik ben wel ambitieus dat ik denk van dan kom ik 's ochtends terug en ga ik hem 's avonds nog kijken. Maar dat haal ik nooit. Dus nu kon ik er mooi zelf een keer bij zijn. Hoe bevallen je eerste maanden bij de KNVB? Ja, goed. Is veel werk. Er zijn heel veel mooie ontwikkelingen aan de gang. Maar ja, dat vraagt veel arbeid van iedereen. Ik werk vanaf 1 september officieel daar. Dat is het gevoel dat het al wel een jaar is, zeg maar. Maar wel hele mooie dingen. En dat krijgen we ook langzaam maar zeker terug. Dat er veel veranderingen zijn. Maar dat gaat natuurlijk niet snel, maar beetje bij beetje. Maar dat gaat prima. Ja, mooi om te horen. Vorige week ben jij bij Berkum geweest tegen Flavor Boys. Heb je daar een vermakelijke wedstrijd gezien? Ja, dat is toevallig, hè. Dat stond ik aan de andere kant. Het was een hele leuke wedstrijd, open wedstrijd. Waarbij ik heel veel kansen heb gezien en ook een aantal geweldige doelpunten. Dus daar was echt wel, ik heb wel van genoten van die wedstrijd. En welke indruk kreeg je van de ploeg van Raymond Schuurman? Ja, dat is een ploeg met heel veel dynamiek. Was wel slordig toen van beide kanten, ook van Berkum. Maar ik zie ze één keer, dus echt oordeel kan ik niet geven. Maar op basis van die wedstrijd. Ja, heel veel snelle jongens. De gebroeders van de Meulen, ja, die heb ik zelf nog getraind. Ja, die zitten er al 81 jaar of zo, voetballen ze daar zo lang. Maar dat zijn jongens die ook echt wel in die wedstrijd heel belangrijk waren. Maar daaromheen hebben ze ook een aantal hele goede spelers met andere ervaringen. Hè, die ook al wat ervaren zijn, maar ook een paar jonge spelers. Dat vind ik wel een goede mix. Dus ik was wel verbaasd toen ik naar de ranglijst keek. Voor die tijd en daarna. Dat ik denk, oké, je staat eigenlijk zo laag Berkum. En gezien die wedstrijd, Flavor Boys stond hoger. Nou, vond ik Berkum toch beter eruit zien. Maar zie je, je zegt nu net, Berkum die staat op dit moment 7 op die ranglijst. Inderdaad, je verwacht misschien wel dat ze iets hoger zullen staan. Zie jij nog dat ze kunnen gaan stijgen dit seizoen? Verwacht je dat? Ja, ik weet niet goed hoe andere ploegen zijn. Ja, Excelsior ben ik dan eerder geweest. Maar ja, als ik kijk wat daar in loopt aan spelers. En ik wist ook niet of ze wat miste of wat dan ook. Op basis van die wedstrijd, ja, dan denk ik dat ze echt wel hoger kunnen gaan komen. Maar misschien zeggen zij wel, we hebben de beste wedstrijd van het seizoen gespeeld. Dat was overigens niet zo, want ze hadden een bepaalde tactiek bedacht op Flavor Boys. En dat heeft gewoon door Raymond Schuurman. En dat heeft voor hun heel goed uitgepakt. Dat heeft gewerkt. En ja, ik ben ook wel zeer benieuwd eigenlijk. Ik zelfs daar bovenin nu, wat deze wedstrijd wordt. Ik vraag me dan niet naar de uitslag, maar dan hoef ik dat alvast niet te doen. Nou, dat komt straks. Oh, oké. Okay. Ja. Welke kracht heb jij echt gezien bij Berkum? Is dat die ervaring bij onder andere de broertjes van de Meulen? Of juist die mix? Wat vind jij het belangrijkst? Nee, nou, als ik kijk naar wat er in het veld gebeurt, is dat zoals Mark van der Meulen op het middenveld gewoon heel slim is. Hele goede paas heeft en daardoor mensen gewoon vrij voor de keeper zet. Nou, dan heb je een aantal snelle jongens voorin, 3, ja, die heel erg doelgericht zijn. Ja, en op het moment dat zij de kansen krijgen, ja, dan schieten ze hem erin. En dat was het geval. Dus achterin heb je dan Rico Wolven staan met ervaring. Ja, die doen ook geen gekke dingen. Ja, dus dat gaat wel goed met elkaar samen. De vorige keer dat je hier analist was, was dat de wedstrijd tegen SVZW. Excelsior won toen echt in de laatste minuut. Sindsdien gaat het eigenlijk best wel goed met de ploeg van trainer Peter Wesselink. Had je dat ook verwacht? Had ik dat verwacht? Nou, het was in ieder geval een krankzinnige wedstrijd met die doelpunten in de laatste fase. Dat weet ik nog wel. Ja. Dat had je niet verwacht. Maar ja, natuurlijk, Excelsior hoort denk ik op dit niveau ook bovenin mee te draaien. En soms zit het even tegen en dan moet je gewoon rustig blijven. Nou, dat heeft Peter denk ik heel goed geregeld met elkaar. En zijn blijven geloven in hun eigen plan. Ja, en dat betaalt zich nu een beetje uit. Dus ja, ik denk dat Excelsior gewoon tot aan het einde om de bovenste plaatsen. Ik wil niet zeggen dat ze kampioen zouden moeten worden, maar op de bovenste plaatsen mee kan blijven doen. Ja. Nou, vandaag speelt Excelsior dus tegen Berkum. Als jij beide teams tegenover elkaar zet, waar zal de slag vandaag op gewonnen worden, denk je? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet hoe Excelsior nu dan speelt, hè, of ze hetzelfde gedaan hebben. Maar Berkum die speelde wat behoudend. Nou, dat zou Excelsior ook kunnen doen.
om wat te lokken. En dan, ja, dan krijg je de omschakelmomenten. En het zal wel eens kunnen zijn dat het daarin gaat zitten. Op het moment dat je balverlies leidt op een plek in de as of op een verkeerd moment, ja, dat dat heel gevaarlijk kan worden. Daar lag in ieder geval vorige week de kracht van Berkum ook. Ruimte achter de verdediging van Flevo Boys. Dus ik vermoed dat Peter ze gezegd heeft van ga nou niet allemaal gelijk naar voren toe om allemaal ruimtes weg te geven. Dus ik denk dat het daar ergens op zou gaan zitten. Maar, ja. Waar kan Berkum Excelsior pijn doen? Ja, dat is lastig te zeggen. Ik denk wat ik zei achterin. Ja, Excelsior heeft voorin natuurlijk ook een aantal jongens die het kunnen bepalen. Hè, met Hielke die gewoon het verschil kan maken. Nou, achterin denk ik weer. Daar komt kwaliteit van Berkum tegenover te staan. En dat is de vraag. Hè, van die aanvallers. Wat de kracht van Berkum is. Ja, dat kan ook het pijnpunt voor Excelsior zijn. Dus ik denk daar. Maar ja, ik zal het moeten zien eerst. Hè, en dan zien we het wel. Waar ben je nu echt benieuwd naar vanmiddag? Wat het qua niveau zeg maar. Hè, ik heb nu een paar wedstrijden dan gezien. Ja, hoe deze wedstrijd zich gaat ontplooien. Dus zijn ze gewaagd aan elkaar of niet? Of is Excelsior echt, ook gezien de ranglijst, de bovenliggende partij? Ja, dat verwacht ik niet. Maar ik ben wel benieuwd hoe ze dit tegenover elkaar gaan zetten. Die twee tactieken, zeg maar. En of ze zich aanpassen of niet. Ja, dan toch die vraag, hè? De voorspelling. Ja, ik zet dat op... laat ik heel slim zijn. 1-1. Dat is wel heel veilig. Ja, nou ja, ik denk dat de doelpunten gaan vallen, laat ik het zo zeggen. Dat zeker wel. Volgens mij spelen beide ploegen daar ook wel op. Je kunt wel behoudend spelen en graag snel vooruit willen. Dus dat denk ik wel. Ik verwacht geen 0-0. Dus daarom zeg ik 1-1. Dan vallen er twee doelpunten. Nou ja, we gaan het zien. Dankjewel. Hele goede wedstrijd gewenst. En graag tot straks. Na de wedstrijd rond 4:15 zijn we weer terug op Facebook. Dan staat Henk Damkat voor één keer op mijn plek. Ik wens jullie nog een hele fijne wedstrijd.